Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag ga ik de Q&A doen over de zwangerschap, de bevalling, het moeder zijn en al die dingen. 1, 2, 3, fuck it! Ik ga deze Q&A waarschijnlijk in twee delen doen, want er zijn heel veel vragen binnengekomen. En ik wil er zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. My boy is sleeping op zijn kamertje. We zijn slaaptraining aan het doen van Snuggles and Dreams van Nathalie, noemt ze. Ik ben net twee keer naar boven gelopen om zijn tutje terug te geven, want hij begon te jammeren. Maar nu lijkt hem terug in slaap. Ik heb ook een beetje monster. Ik geef zelfs afgekolfde melk die ik nog heb van gisteren. Dus ik drink een beetje monster, een halve. Omdat ik super moe ben vandaag. Dus bear with me dat we deze Q&A gaan doorstaan. Maar dat zal wel lukken natuurlijk. Oké. Let's start with the questions. Er kwamen ook veel dingen hetzelfde terug. Dus die ga ik gewoon wat samenvoegen en zo beantwoorden. Als eerste was, is de band tussen jou en Niels fel veranderd? Van liefjes naar mama en papa of juist intenser? Dan vroeg er ook nog iemand als Niels en ik veel ruzie hebben. Meer ruzie hebben bedoel ik. Nu dat er een baby is. En dan vroeg er ook nog iemand hoe Niels en ik tijd maken voor elkaar. Dus die ga ik zo'n beetje samen beantwoorden. De band tussen Niels en mij is wel veranderd. Toch, als ik voor mezelf spreek, ik denk voor hem ook. Ja, Niels is werken, dus ik doe deze Q&A alleen. Maar ik denk sowieso voor hem ook wel. Niet per se... Dat we ons alleen maar mama en papa voelen. Maar onze band is net veel hechter, veel intenser. Als je je partner papa of mama ziet worden, dan is dat gewoon... Ja, dat is gewoon een zalig gevoel. En je wordt gewoon precies eens zo verliefd en je houdt nog meer van die persoon. Dat gevoel hebben Niels en ik toch. Als ik Niels bezig zie met Nox, dan smelt ik echt. En dan denk ik echt, oh, hij is zo'n goede papa. En ben ik zo blij dat ik hem heb. En Niels zegt ook heel vaak tegen mij, je bent zo'n goede mama. En ik ben zo fier op je hoe je dat doet en zo. Dus dat is heel lief. We noemen elkaar ook altijd papa en mama. Niels noemde mij wel altijd mama sinds ik zwanger was. En nu noem ik hem ook heel vaak papa of papi. Dus ja, onze band is gewoon veel hechter, veel intenser. Nog meer liefde voor elkaar. Terwijl ik al dacht dat dat niet meer echt mogelijk was. Maar het is wel mogelijk. Ik hou echt nog meer van Niels. En ik denk en hoop andersom ook. Maar we hebben er wel vaak over gebabbeld en... Ja, dat gevoel is gewoon nog feller geworden. We zijn ook gewoon heel fier op wat we samen hebben gemaakt, op onze zoon. En we kunnen vaak nog niet geloven dat wij dat hebben gemaakt en dat dat van ons is. En ja, we zijn er gewoon heel fier en trots op. We hebben veel minder ruzie. Niels en ik hadden sowieso heel weinig ruzie. We hadden wel eens een discussie of zo. Maar daar waren we altijd wel snel uit. En ja, we hebben gewoon het algemeen weinig ruzie. Nooit heel veel ruzie. En sinds we mama en papa zijn, zijn er eigenlijk wel nog minder discussies. Want we hebben zoiets van, we zijn één team. We staan hier samen in. En als ik iets niet weet of hij weet iets niet of zo, dan is er geen reden om kwaad te zijn op elkaar. Of... Als hij over iets bepaald in de opvoeding of zo anders denkt als mij, dan is dat gewoon eerder dat we daarover praten, hoe we dat gaan doen. En ja, we worden daar niet kwaad voor of zo. Of als ik, ja, bijvoorbeeld in het begin, een voorbeeld, Niels was in het ziekenhuis veel voorzichtiger met Nox. En
veel trager, al zoals bij bijvoorbeeld de pamper verversen of zo. Maar ik vond dat redelijk logisch. Voor mij was dat mama instinct. En ik wist ongeveer al hoe ik dat moest doen. Ik had ook al pampers ververst en zo van Noah bijvoorbeeld, of nichtjes of neefjes. Maar Niels niet. En ik weet dat als je dan moe bent of zo in die eerste kraamweek, dat je wel eens je kunt opjagen en lastig kunt worden als iets niet snel genoeg gaat of niet zoals jij het wilt. Maar we hadden gewoon heel veel geduld voor elkaar en respect. En ik dacht gewoon ook van, hij ververst een pamper, wat ik super leuk vind. Niels doet ook echt vaak pampertjes van nachts. En Niels helpt echt goed. Dus ja, ik vond niet dat ik lastig moest worden, omdat bijvoorbeeld als hij pampers doet, dat dat veel trager gaat dan dat ik het doe. Of als hij een flesje geeft, dat dat trager gaat. Of ja, zo'n dingen bijvoorbeeld, dat vind ik niet dat je dan lastig voor moet worden. Maar juist gewoon die persoon moet laten doen. En ja, ik ben gewoon heel blij dat hij zo goed helpt en dat we allebei die dingen doen, misschien op een andere manier. Maar ja, we laten elkaar gewoon een beetje doen daarin. En dan tijd voor elkaar maken, dat is wel een moeilijke. We hebben in het begin gewoon heel veel genoten samen in de zetel met ons drietjes. Ook bijvoorbeeld als Niels Nax vast had, dan ging ik er ook zo'n beetje bij liggen of andersom. En ja, we hebben gewoon ook wel gebabbeld tijdens het eten bijvoorbeeld. We hebben veel aan de tafel gegeten en minder voor de tv, zoals we de laatste weken van de zwangerschap deden. Zodat we ook even tijd hadden om met elkaar te babbelen als Nax aan het slapen was in zijn parkje. En nu volgende week gaan we voor de eerste keer op date night. Nax is nu 2 maanden. En dan gaan we een avondje, we brengen hem bij de grootouders. En dan gaan Niels en ik iets eten. Gewoon een 2-3 uurtjes. En ja, dan zijn we zo eens even weg. Dat vind ik wel heel spannend ergens. Ik heb Nox wel al alleen gelaten, want ik ben bijvoorbeeld gisteren naar een baby shower geweest en dan ook al voor een tattoo gegaan en zo. Dus dan laat ik Nox, alleen niet alleen natuurlijk, maar bij Niels, bij de papa. En dat gaat op zich wel goed. Ik ben wel altijd heel blij als ik terug naar huis kan komen, dat ik bij mijn schatjes terug ben. Maar het is niet als ik ergens ben dat ik denk van, oh nee, ik wil hier niet zijn, ik wil naar huis. Ik mis hem wel natuurlijk, maar het is ook even fijn om even tijd voor jezelf te nemen. En dat gaan Niels en ik nu ook doen met een date night. Dus we gaan eten en ik denk wel dat we sowieso voorlopig, Nox is nog klein, maar dat we voorlopig 1 keer in de maand echt wel zo'n date night gaan doen met ons 2. En de grootouders vinden dat natuurlijk ook heel leuk om dan op Nox te kunnen letten. Dus zo proberen wij tijd te maken voor elkaar, want dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Want uw dagen staan echt in het teken van de baby. Vond je de eerste weken als mommy emotioneel? Ik huilde heel veel uit dankbaarheid en vermoeidheid. En er waren nog heel veel vragen van hoe waren de eerste kraamweken, waren er heel veel kraamtranen of had je zo de baby blues? En ik heb hier eigenlijk geen last van gehad. Ik heb zelfs niet geweend toen hij geboren was. Ik was vooral heel blij en heel fier en ook fier ergens op mezelf dat ik dat had gedaan. En ik was heel blij dat hij er was. Ook de eerste dagen in het ziekenhuis, je leeft zo'n beetje wel in een waas. En alles is nieuw, maar ik vond het wel, ja, fijn. De enige keer dat ik heb geweend, of ja, ik heb wel denk ik 2 of 3 keer geweend. Ik weet, de eerste keer is toen we onderweg waren naar huis. Omdat ik zoiets had van, oh my god, shit is going to be real. We gaan nu naar huis, we staan er alleen voor. En ja, zo, je leventje thuis wordt helemaal anders, want je neemt een baby mee. Dus daar heb ik wel even voor geweend in de auto. En gewoon omdat ik zei dan tegen Niels van, ik hoop dat we dat goed gaan doen. En nu zijn we alleen en hopelijk gaat het allemaal goed gaan. Eens we thuis waren, was dat wel oké. En dan heb ik denk ik wel nog een 2 keren geweend.
Dat hij gewoon, dat Knox gewoon zo perfect is. Dat ik inderdaad dankbaarheid, dat ik blij ben, dat het zo goed gaat. Dat hij zo mooi is, zo perfect is, zo lief is, zo zalig is. Gewoon al die dingen. Daar heb ik wel eens voor geweend. En ik heb ook wel vaak dat ik, als ik naar Knox kijk, dat ik tranen kan krijgen in mijn ogen. En dat heeft Niels ook vaak gisteren nog. Dat we naar hem kijken als hij bijvoorbeeld op de speelmat ligt. En dat we echt zo denken van wow. Ja, gewoon echt heel dankbaar daarvoor vooral. Vermoeidheid heb ik niet voor geweend. Maar ik heb wel op een gegeven moment tegen Niels gezegd van, als ik nu niet iets meer slaap krijg, dan ga ik er echt wel onder doorgaan. En dan hebben we dat direct aangepakt. En dan heeft Niels mij bijvoorbeeld in het weekend 's ochtends 2 uurtjes langer laten slapen. Dan nam hij Knox mee. Dan gaf ik Knox eten in bed. En dan nam hij Knox mee naar beneden. Zodat ik nog een beetje kon bijrusten. En dat heeft wel echt deugd gedaan. Oké, dan borstvoeding. Hoe voelen de boobs met de borstvoeding? Hoe gaat de borstvoeding? En hoe voelt het allemaal met mijn boobjob? Voor de mensen die nieuw zijn hier, welkom ten eerste. En ik heb ondertussen bijna 7 jaar geleden. Ja, 7 jaar geleden bijna. Gisteren trouwens. Eergisteren, 7 jaar geleden, heb ik mijn borsten laten vergroten. Dus ik heb implantaten. Maar alles is intact gebleven. Dus ik kan nog altijd borstvoeding geven. Het was natuurlijk even spannend afwachten hoe dat ging lukken. En of dat goed ging lukken. Maar ik heb veel vrouwen gaan me hiervoor misschien haten. Maar ik heb echt 0,0 problemen gehad met borstvoeding. Ik heb geen kloven gehad, geen pijn gehad, geen niks. Ik heb gewoon echt geen pijn, geen niks gehad van borstvoeding. Het is allemaal super perfect gelopen. Ik kon er alleen maar op hopen. Dat is echt zot. Ik heb gewoon niks gehad. Alles gaat super goed. Ik heb super goede melk toevoer. Ik heb genoeg supply en genoeg melk. Ik heb wel eens gehad, een tweetal weken geleden, dat ik veel te veel melk had. Dus dan moest ik borstvoeding al liggend op mijn rug geven, want Knox verslikte zich heel vaak en werd daardoor heel hevig aan de borst. Maar dat is ondertussen ook terug goed. Ik heb ook 1 dag dan weer veel minder melk gehad, omdat ik bijna geen water had gedronken. Maar ja, dan stuurde ik altijd even met de vroedvrouw en dat was snel opgelost. En ook heb ik wel stuwing gehad natuurlijk, op dag 4 of zo denk ik, heb ik wel wat stuwing gehad. Maar dat was na een dag ook wel weer weg. Mijn borsten stonden toen wel bijna op ontploffen. Maar alles gaat eigenlijk heel goed. De borstvoeding verloopt echt super. Ik heb geen last gehad van iets. Er is niks waarvan ik zeg, oh nee, dat of dit. Ja, tuurlijk, in het begin waren mijn tepels heel gevoelig. Nu soms nog wel. Als zij zo regeldagje bijvoorbeeld heeft en meer wil drinken, dan zijn mijn tepels natuurlijk wel veel gevoeliger. Maar ik heb geen kloven, geen pijn. Dat is gewoon wat gevoeliger dan. Dus ik mag echt heel blij zijn. Ook mijn borsten zijn nog altijd wel goed. Ik heb heel veel striemen gekregen op mijn borsten. Vooral onderaan. Door de borstvoeding wel. Want ik had die niet tijdens de zwangerschap. En van het moment dat ik de stuwing kreeg, op dag 3 of 4 denk ik, toen begon ik heel veel striemen te krijgen. En ook daarna, zo'n paar dagen daarna, tijdens het drinken en zo. Dus ik heb wel best wat striemen. Maar dat hoort er wel bij. Niels is thuis. Hey. Hey papa. Maar dus de borstvoeding gaat gewoon echt super goed. En geen problemen meer. Ook mijn implantaten. Ik voel daar niks van. Je ziet daar niks van. Tot nu toe zien mijn borsten er nog goed uit. Ze zijn wel een pak groter nog. Allee, nu zijn ze echt wel heel groot. Ik, natuurlijk met de
Met de implantaten waren ze al iets groter. Maar nu zijn ze wel echt zo'n beetje uit proportie met mijn lichaam. Maar ja, dat is natuurlijk normaal met de melk en zo. Ik ben heel benieuwd als ik ga stoppen met borstvoeding. Wat ik ga afbouwen binnen een maand ongeveer. Hoe ze er dan gaan uitzien. Ik ga de borstvoeding afbouwen, maar ik ga wel nog de avond, de nacht en de ochtend doen. En dan overdag flesjes, omdat hij vanaf 1 april ook naar de grootouders gaat gaan, telkens 1 dag. En dan 2 dagen naar de onthaalmoeder gaat gaan. Dus daarom wil ik afbouwen, want ik wil niet zitten sukkelen met afkolven en zo. Nou, dat was trouwens ook nog een vraag van geeft je echt live borstvoeding of kolft je of hoe doet je dat? Ik geef meestal gewoon live borstvoeding, dus aanhangen aan de borst. En ik kolf elke avond. En dan heb ik ook gekolfde melk staan in de frigo en dan geeft Niels dat flesje. Dus 's avonds in bed eigenlijk, we gaan dan naar de slaapkamer. Dan geeft Niels een flesje nog aan Nox met gekolfde melk en terwijl kolf ik eigenlijk. En dan hebben we terug voor de volgende avond een flesje. En natuurlijk zoals bij mijn tattoo of bijvoorbeeld gisteren was ik weg. Dan kolf ik wel tussendoor. Gisteren heb ik bijvoorbeeld in de auto gekolfd. En dan heb ik ja, weer een extra supply. Soms kolf ik ietsje extra. Of als ik borstvoeding geef, 's nachts of zo, dan drinkt hij iets minder. Dus dan kolf ik soms nog een beetje na. En zo bouw ik ook een kleine reserve op. Ik heb ook 2 zakjes borstmelk in de diepvries. Voor mochten we dan nodig hebben. En dan in de frigo heb ik denk ik zelfs nu 1,5 flesje staan. Dus zo bouw ik wel een beetje op. Ik pomp met de Elvi draadloze. En dan heb ik ook een Elvi Curve. Dat is zo'n zuig. Ja, dat zuigt de tepel zo in. En als je aan de ene kant borstvoeding bent aan het geven of aan het kolven, alle restjes aan deze kant, die lekken daarin. En zo heb ik ook wel al mooi wat opgebouwd. Je hebt ook zo nog iets anders, de hookah, denk ik. Dat is ook zoiets wat je zo kunt zuigen, aanzuigen, waar je dan ook best wel veel kunt in opvangen. Daar heb ik toch altijd ook wel een 20-30 milliliter van. Gewoon van die zuigdingen. Dus daarmee kun je ook wel een mooi aantal flesjes van samen krijgen voor gekolfde melk te geven. Is een ruggenprik aan te raden of toch liever zonder? En dan was er ook nog een vraag hoe dat voelde, of dat pijn deed, de ruggenprik of de epidurale. Ik denk dat ik in mijn bevallingsverhaal daar ook wel over heb gebabbeld. Maar ja, is dat aan te raden of toch liever zonder? Ja, voor mij is dat aan te raden. Ik vond dat een zalige uitvinding. Voor mij was dat echt zalig, want ik had heel veel pijn. Ook omdat ik ingeleid was. Dus ik was super blij dat dat bestond. Maar ja, ik ga dat nu niet aanraden. Want als jij graag zonder ruggenprik zou willen bevallen, dan zou ik zeggen zeker proberen. Ik had ook gewoon gezegd, ik zie wel op het moment. En ja, ik wou dat heel graag omdat ik heel veel pijn had. De ruggenprik zelf, ja, ik voelde dat echt niet. Je moet gewoon zitten en ze steken dat. Ik denk dat dat tussen 2 weeën was. Ik ben niet meer heel zeker. Maar ik weet dat ik heel rustig moest blijven. En ik voelde daar echt heel weinig van eigenlijk. Dus ja, en daarna zalig. Dus ja, je moet dat gewoon eigenlijk voor je eigen uitmaken als je dat wilt of niet. Ik had zoiets van, het is ter beschikking. Waarom zou ik het niet nemen als ik echt veel pijn heb? En ik heb er geen spijt van dat ik dat heb genomen. Dan vraagt iemand een recensie voor het Virga Jesse ziekenhuis. Daar ben ik wel ook op ingegaan in mijn bevallingsvideo. En 10 op 10 echt, ik beveel het Virga Jesse echt aan. Super vriendelijke mensen. Het was gewoon, mijn bevalling is ook echt wel heel goed gegaan. En iedereen was super lief. Super goed gegaan. Echt, ik ben super goed behandeld daar. En ik zou dat zo
aanraden. Maar ik heb natuurlijk geen ervaring met te bevallen in een ander ziekenhuis. Dus ik weet niet hoe dat op een ander is. Maar ik ben heel blij dat ik in het Verja Jesse ben gegaan. Dat zo goed is meegevallen. Waar moet je het meeste aan wennen nu je mama bent? Voor mij is het toch wel de grootste wendingen. Allee, het grootste waar ik aan moet wennen is het veel minder slaap. Daar ben ik al eens op ingegaan op mijn Instagram. Maar ik ben wel iemand die een tiental uren slaap per nacht nam. En ik kon er ook echt van genieten. Ik kon echt heel goed slapen. En ik heb toch zeker 8 uren nodig om me echt wel oké te voelen. En ja, dus sinds ik ben bevallen kom ik daar bijna nooit aan. Misschien 1 keer dat ik daaraan ben gekomen met in het weekend iets langer te kunnen slapen. Omdat Niels... Nee, mijn vriend niet op de tafel. Omdat Niels dat overnam de ochtend. Ja, ik denk dat ik tegenwoordig met een 6 uur blij mag zijn. Als ik 7 uren heb, ben ik super blij. Dus ja, en dat is eigenlijk al mooi natuurlijk, 6 à 7 uur. Maar voor mij, ja, ik heb wel echt veel slaap nodig. En dat was in het begin heel vermoeiend. Maar ik ben er wel best gewend aan geworden. Dus dat vind ik wel fijn. Er was een beetje iets wat ermee samenhangt met de slaap. Er was ook een vraag hoeveel keren Nox 's nachts om voeding vraagt. En hij vroeg altijd 2 keer per nacht om voeding. Dus op zich valt dat ook nog wel mee. Meestal rond 2:30, 3 en dan nog eens rond 5:30, 6. En nu sinds een 2-tal weken, sinds hij 6 weken is ongeveer, vraagt hij nog maar 1 keer per nacht om voeding. Meestal rond 5 uur, allee, 4:30, 5 uur. We gaan slapen trouwens om 11 uur en staan op rond 8 uur. Maar deze nacht ineens vroeg hem wel om 3 uur om voeding en dan om 5:30 terug. Dus dat kan wel verschillen. Maar ja, meestal 1 à 2 keren per nacht. Maar we zijn nog echt aan het bouwen aan een goede routine. Hij is nu 2 maanden, dus hij doet nu dutjes op de kamer sinds een paar dagen, sinds 3 dagen. En we zijn echt aan het bouwen aan een hele goede routine qua slaap en voeding en wakkere uurtjes en zo. En eens ik dat on point heb, ga ik dat wel met jullie delen. Want er kwamen ook wel veel vragen over een routine met een newborn. Dus dat ga ik sowieso met jullie delen. Maar ik wil eerst er nog even wat meer ritme in krijgen. Ik doe ook coaching via e-mail bij Snuggles and Dreams, bij Nathalie. Om de avonden nog een beetje beter in te delen, omdat ik daar nog niet goed weet hoe en wat. Maar ja, het gaat tot nu toe best goed, houd vasthouden. Nox is tot nu toe best een goede slaper, hij doet zijn dutjes goed en zo. Maar ja, fingers crossed dat dat zo blijft. Maar eens dat dat zo wat on point is, dan ga ik dat sowieso met jullie delen. Wat zijn de bijnamen die jullie aan Nox geven? Wij noemen hem het meeste protje of protteke. Hoe zijn we daarop gekomen? Geen idee eigenlijk. Misschien omdat hem soms protjes laat, wat logisch is voor een baby. Maar zo noemen we hem het meeste. En dan Noxje of Noxke zeggen we ook wel soms. En patatje of schatje zeggen we ook wel soms. Maar het meeste protje of protteke. Oké, hier ga ik de Q&A deel 1 afsluiten. Er zijn nog veel vragen, maar die ga ik in deel 2 beantwoorden in de volgende video. Hopelijk vonden jullie dit leuk. Doe zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. Vergeet niet om te abonneren. En dan zie ik jullie terug in de volgende video. Doei!